De craftmaster had zo een vieze ranzige fop van hem neergezet. Dus wat wil ik doen? Een dikke Mac craften. Dat lijkt me een goed plan. Het is ook 3 uur 's nachts, dus... Oh man, wacht. Voordat we dit gaan doen, die Mac craften, gaan we eerst even snel... snel loot-dropjes farmen, want weet je, we moeten nog steeds die Stego Saddle hebben. En we moeten ook nog steeds even dat andere ding hebben. Die vlakleggings moeten we nog even snel fixen. Dus ik ga even snel die kant uit. Oh, deze draak zit nog helemaal vol met shit, man. Die draak zit nog helemaal vol met de loot van, van de FOP. Allemaal kogels, shards en al die dingen. Maar hey, mensen, G-Portal God. De G-Portal God is heel blij met jullie. En ik ben ook heel blij met jullie. Want jullie zijn lekker aan het abonneren. Jullie zijn lekker aan het liken. Jullie zijn alles lekker aan het doen. En vooral ook lekker op de links aan het klikken van de G-Portal God. Dat is good shit, mensen. Thank you, thank you, thank you. Daar wil ik jullie flink voor bedanken. Ik wil even op je rug zitten, draak, mag dat? Een beetje nappen. Jezus, dit zijn prima draakjes hoor. Heerlijk. Hoe flink geïmprint deze draken. Holy shit, man. Zo, jezus, een echte prima draakje. Nou, kom mee. Alleen, level is nog wel laag. Deze ding kunnen nog zoveel sterker worden, wist je dat? Echt niet normaal. Dan gaan we even naar snelle blue obby, green obby, red obby hopen op het beste. En dan gaan we dadelijk even met een max suit die hele fob opruimen van... Het is 3 uur 's nachts, hoezo staat alles aan de brand? Dit klopt niet, dit is geglitcht, maat. Als ik nou dood ga hierdoor, dan vind ik dat echt bullshit. Kijk, hier zit half te fik allemaal, het klopt niet. Oké, kom maar, hoppa. Nou, meenemen die shit. Dit is climbing pick BP, bliepli. Een shotgun en een diplo saddle. Red obby. Blauwe drops kunnen heel OP zijn. Climbing pick, een roll red saddle en een chitin helmet, nee. Even kijken, we hebben hier een gouden drop en een blauwe drop. Hier zit Ghillie Boots BP. Ja, die heb ik ook niet nodig. Vlaklegging BP, yes! What the f... Oh man. Oh ja, splash me. Splash me. Oh my god. Yes, yes man. Lekker. Oh, nou heb ik full vlak zet. En nou nog even snel hopen dat ik nog die Stego Saddle krijg. En dan ben ik helemaal tevreden. Kom op, kom op, kom op. Ik kijk dadelijk wel hoe goed deze zijn. Oké, als die Stego Saddle hier zit, dan ben ik echt tevreden, man. Is er nou helemaal niks hier? Oh, blauw. Gaat het een back-to-back zijn? Denk niet. We zijn al zo lang aan het zoeken naar al die dingen, jongen. Echt insane. Echt insane! Nee, rot op. Dat meen je niet. 93 armor, gast. What the fuck? Hoezo ben ik nou in één keer lucky? We hebben hier allemaal trash gekregen, nou. Oké, okay, we gaan onze luck even verder voortzetten. We zitten nou gewoon op een goede spree. Oh, ik ben al bij blue. We zitten op een goede spree. Oh, ik ben bij green trouwens, wow. Oh mijn god. What the fuck? 5:10, maat. Die tijd gaat veel te hard. Deze twee waren trash, volgens mij. Climbing pick. Hebben we nog een andere? What the fuck, man? Oh, dat is wel... Oh, Sarko Saddle. Ja, die hebben we niet nodig. En dan hebben we achter nog een blauwe. Ja, misschien zit er een blauwe en deze blauw nog wel een Ascendant Stego Saddle. Wie weet. Ja, dit slaat echt helemaal nergens op, man. Even serieus. Hier zijn we zo lang naar op zoek geweest. Echt streams na streams en afleveringen na afleveringen. En nu hebben we bijna alle blueprints die we nodig hebben. Nog niet helemaal, we moeten nog een goede Fabricate Sniper hebben. En als we die hebben, dan zijn we toch wel een heel eind gekomen. Een Chitin Helmet Rollhead, ja die hebben we wel al. Maar dan moet ik even goed kijken wat we dus nog allemaal nodig hebben en wat we allemaal hebben. Megabase. Ait, oh ik ben echt blij nou man. Dan kunnen we eindelijk vooruit met de freaking craft. Van alle dingen die we nog moeten maken. En nou kan ik dus een keer een mindwipe maken. En al mijn levels in crafting skill gooien. Om dus voornamelijk shotguns te craften. Vlaksetjes te craften. En de Stego Saddles te craften. 93 man. Nier 356 armor. 644 durability. I'll take it, man. I'll take it. Dat is echt wel netjes. Oké, okay, deze doen we even allemaal hierin. Dan gaan we even kijken naar onze BP's in de replicator. Blueprint. Oké, okay, dit zijn alle blueprints die ik hier heb liggen. En er zijn dus inderdaad allemaal vlaksetjes, vlak BP's. Kunnen we echt flinke mooie setjes maken. Die shotgun. Ik weet niet hoeveel craftingpunten erbij krijgen als we deze maken, zeg maar. Hoe beter die wordt. We hebben deze sniper liggen. Ja, het gaat me vooral om... Oh, die compound bow, die wil ik ook een paar maken. Zijn wel duur. Ja, ja, nee. Ik ben blij. Ik ben blij. Wij fixen dit. Wood. Ik ben echt skeer en hout trouwens. Maar ja, dat gaan we nog een keer doen. Niet nu, want ik moet sowieso eerst veel materialen bij elkaar rapen. Wat we dadelijk misschien nog wel kunnen doen. Mac. We willen eerst de Mac suit maken. Die heb ik. En dan kunnen we die, als het goed is, gewoon neerzetten. Dikke unit, maat. Je kunt nog een module op janken zelfs. Ik denk dat er een beetje element in moet om hem te poweren. Of gasoline, ik weet het even niet hoor. Zo, oh, dat was wel duur, man. Gasoline, heb ik dat nog? Jazeker. En kan ik hem gewoon opzetten? Jazeker. K-
Kijk eens aan, man. Dit slaat er helemaal nergens op, joh. Hoppa, die erin en gasoline erin. Ik weet niet of het iets doet. Ik denk dat dat vooral voor de modules zijn. Oh, ik heb wel fuel onderin, inderdaad. Oh, dat ding is snel, man. Holy shit. Springen kan die ook nog. En hebben jullie die fob staan? Ja, ja. Kijk dit dan, man. Holy shit. En al die zooi. Al die zooi hier, al die spikes en zo. Ja, dat mag voor mij allemaal weg, hoor. Dikke gangster shit. Kan ik deze nog levelen of blijft die level 51? Ik ben dus een dikke, vette mech nu. Dus ik weet ook niet zo goed hoe dit werkt allemaal. Nice, hoppa. Weg ermee, gek. Hoppa, hoppa. Hoppa, easy. Ik zie dus wel eens betere mechs en alles, maar... Ja, ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is. En hoe je dit allemaal fixt. Ik heb gewoon een gun, joh. Oh, die gun kost wel fuel. Ah, ik denk dat element kost dus, danig. Nee, ook niet. Huh? Hoe dan ook dan refuelen? Oh, kijk, maak zo'n flinke pot. Ja, ja, lekker, man. Hoppa. Oprotten met die spam. Oprotten met die spam. Wat ziek. Oh, mijn HP is bijna op. Is dat omdat ik spike walls aan het slaan ben? Gaat daardoor mijn HP van omlaag? En als ik dit sla? Oh ja, dat was echt omdat ik spike walls aan het slaan was. Dat is niet handig. Hoppa, hoppa, hoppa. Weg ermee, gek. Ja, joh. Hoppa, chill dit. Alleen deze dingen hebben heel veel HP, man. Kijk, ik heb geen stamina. Maar dan moet ik even kijken hoeveel damage ik aan het doen ben. Maar ik denk super weinig. Ja, dat is niet veel. Dat is niet zoveel, nee. Ik ga stuk, jongen. Heerlijk. Dat doen we gewoon even met onze max suit. Ja, dit duurt wel echt heel lang, man, om dit allemaal te slopen. Holy shit. Ja, dat duurt echt veel te lang. Dit kunnen we toch niet doen. Deze tech turret is wel bijna kapot, joh. Laten we die nog even snel slopen voor de shards. En voor de rest, ja, dat doen we een andere keer dan. Niet in de aflevering, want dat is totaal niet interessant genoeg. Maar ik vind het wel gewoon super tof dat we gewoon een mech hebben, nou. Ik ben er blij mee. Goede toevoeging aan de basis. En we willen natuurlijk ook nog een cloning chamber hebben. Die willen we nog even fixen. En als we die hebben staan, dan kunnen we dus onze teams klonen, I guess. En ik weet niet hoe duur dat is en hoe dat gaat en alles, want ik heb dat nooit gedaan. Ja, weet je, laten we even snel de tasje pakken en dan gaan we loose. Hoppa, 640 shards erbij. Dat is toch een 6 element, weet je. I'll take it. Kut, kut. Spike walls mag je dus niet slaan met een mech suit. Kut, 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 kut. Ik ga stuk, wat vet dit. En nog een toevoeging aan de basis waar ik dus ook 200 dingen vooral had gecraft. Dat is een cage. Ik wou dus nog een zieke kooi maken om de base heen. En we gaan dit gaan we ook echt fixen, man. Holy shit, ik ben hier zo blij mee. Dus ik moet nog even superveel hout hebben. En superveel hide voor dit. Hide heb ik op zich wel wat. Oh, daar kan ik wel redelijk wat mee craften, joh. Fiber heb ik ook zat. En het is eigenlijk alleen vooral hout wat ik nog moet fixen. Veel hout. En dan kunnen we eigenlijk als een mindwipe gaan maken. Dan moet ik er 2 hebben. Om dus alles in crafting te zetten. Dat is eigenlijk wel een goeie. Oké, ja, nou ben ik even verward. Zo. Ik eens even kijken waar we die allemaal neer kunnen zetten. En hoe groot wij het willen hebben. Ik denk dat er zeker wel zo'n afstand... Oh, jezus, gast, stop. Ik denk dat er sowieso wel even zo'n afstand tussen moet zitten. Zo groot ongeveer, of zo zelfs. En aan deze kant kan er dan net iets minder, want je zit hier met die... Met die stenen ook nog. 1 foundation, 2, 3, 4 foundations. Oh nee, 5, 6. 5 foundations zet ik ervan af. 1, 2, oké. Okay. Nou, dan is het ook best ruim. 1, 2, 3, 4 zet ik hiervan af. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Zo, hoe doen we dan? En dit moet dadelijk helemaal rondom en helemaal tot boven doorgaan. Zodat we een zieke kooi hebben om de basis heen. En dat is lijp. Dat is lijp. 1, 2, 3, 4. Zo. Deze moet helemaal zo. Dan moet ik hier nog een aantal foundations hebben staan. Dan gaan we hier zo verder op deze manier. Tak, tak, tak. Dan zijn ze op nou. Oeh, daar zijn er dus al heel veel. Met de foundation, een paar maken. Oké, okay, die staan allemaal. Tak, 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 tak en tak. En dan moet ik hier ook nog een rij aan foundations tussen zetten. Dan moet ik nog 2 hebben, oké. Okay. En dan hebben we hem 1 keer helemaal rond. Maar ja, dan moet wel iets vaker nog omhoog gaan. Oh, dat wordt echt een ding, man. Holy shit.
Dat wordt een opgave om dit mooi te bouwen. Zo. Ja, jullie begrijpen wel wat ik bedoel, hè? Dit is mooi. Dit wordt vet. Ja, dit wordt heel cool. Maar dat is een ambitieus project waar we nou nog even heel weinig mee kunnen. Of ja, we kunnen die overige 100 nog even neerzetten. En dan kijken hoe ver we zijn. Maar ik wil nou vooral mijn materialen even bewaren. Dus dat andere dingen die ik nog allemaal moet craften. Voor dus de grind. De grind. Wat heb ik nodig voor een mindwipe? Misschien kan ik die zelfs al maken. Mindwipe, daar heb je cook de mecho's. Oké, dat heb ik allemaal wel. Die stimulant die had ik laatst ook nog gefixt. Uit. Nice. Oké, hoe staat het ervoor met mijn stego's? Stego's. Lekker bezig, stego's. Stego's hebben honger, zie ik. Ojojoj. Stego's echt, hebben echt honger. Maar stego's hebben wel een lekkere stats hier. Oh, 7,5 HP al. Dat is echt een C, man. Wacht, hoeveel bestjes heb jij nog? Ze hebben honger. Ze hebben echt heel veel honger. Oh nee, ja, mijn bak is volgens mij leeg, man. Mijn voederbak, denk ik net ook al last van. Ja, die zijn flink op. Kiekje, oh, kiek ze vreten, hè. Oh, ze hebben echt volle bakhonger, man. Ik moet veel meer bestjes hebben, oi, oi, oi. Maar ja, we gaan eerst wel even die mindwipes checken. Oké, laten we even een flinke fat-ass woodrun doen. En dus ook een beetje hide run. Ja, hide hebben wij nog best veel liggen. Ik heb sowieso nog in de dino's, dus laten we zeggen dat we gewoon sowieso 30k hebben of zo. Dus dat betreft zit je daar helemaal goed mee. Techrive kan wel even weg. Dan moet ik mijn chainsaw hebben. Die heb ik bij een streambase liggen, zeker. Ja. Oh, hier heb ik... ja, niet zoveel. Ja, ik dacht, misschien heb ik hier ook nog zieke materialen liggen, weet je. Heb ik hier nog metal liggen? Ja, oh, ik heb hier nog keiveel metal, joh. Ja, lekker hoor. Oké, die kunnen we ook gebruiken. Nice. Alright, alright, that's a good shit. Mijn chainsaw, die moet ik hier toch wel ergens hebben liggen, toch? Nee, niet. Waar is mijn kettingzaak heen? What the fuck? Nee, ook niet. Ook geen chainsaw. Oké, dan vind ik het wel raar waar die in één keer wel naartoe moet zijn. Nee, hier ligt ook een chainsaw. What the? What the frick? Hierin? Nee, man. Ah, man. No chill. Ik had hem zo goed. Oh, wel. Ik had hem net ingetypt. Waarom? What the f... Oké, What the fuck? Hoezo is hij er wel in één keer hier? Oké. Nou, goed. Even houthakken hoor. Volle bak. Volle bak choppen, gek. Het is weer nacht. We kunnen weer kijken voor loot drops. Nou, dat gaan we niet doen. We moeten nou even die mindwipes maken. Is dit een craftmaster? Bro. What the fuck? Hier, pak mijn bliksem, gek. 400 seconden. Wat doe jij nou weer hier, man? Wegwezen, gek. Mijn bliksem. Wow. Hey, craftmaster. Oké, ik heb een leuk idee voor de craftmaster. Kom maar hier, craftmaster. Ik ga mijn robot zitten. Het is goed. Maat, wat komt hij in één keer doen? Ik was net lekker aan het grinden, man. Ik wou net mijn mindwipe gaan maken. Ik blaf hem zo uit de lucht, hoor. Met zijn draak. Eerlijk. Ik zit helemaal vast, man. Holy shit. Laat jezelf zien dan, craftmaster. Ondertussen ga ik wel even hout hakken, want ik had echt hout nodig. Hij staat daar. Red ik dat? Oh mijn god. Mis ik het? Doe nog geen damage op hem. Ik raak toch alles? Maat. Oké, ik ga met mijn zwaard steken hier. Kom maar. Red hij nou weg? Maar waarom... Oh mijn god. Oké, we rennen erop af en ik vlieg. En jump attack. Tja! Za! Za! ik ga stuk. Ja, die had je niet verwacht, gek. Ah yeah. je bent niet welkom hier, craftmaster, joh, gek. Au. Oh, mijn mech is wel echt bijna neer, man. Holy shit. Shit. Huh? Ja, wat? What? Wee-o! What the fuck gebeurde daar dan? Nananananan, give me all your fanglewood, man. I need some. I need some fanglewood. Ik weet niet wat zijn plan is hier bij de craftmaster. Ja, weet je, doe lekker je ding. Ik ga lekker craftmaster dingen doen. Laat me rust. Ik wil gewoon even lekker een mindwipe maken naar mijn epische woodrun, weet je wel. Dan kan ik ook gewoon lekker mijn crafts doen. En als ik alles heb gecraft, dan mag ik me aanvallen. Want dan ben ik in één keer 10 keer zo sterk, gek. Bang! Bing, 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 bing. Jamba! Skut, skut. Rennen. Hoeveel weight heeft mijn Mac? Of heeft hij geen weight? 2.4k. Oh, wauw. Serieus? Oh, dan kan ik veel farmen. Kom maar, ja. Hoi, papi. Wat is zijn plan hier? Ik begrijp niet wat hij aan het doen is. Of dadelijk gaat hij zijn turrets aanzetten of zo. Auw. Niet weer. Kijk, als ik gewoon even een keer raak kan schieten. Hè? Ik raak. Ik raak. Yes. Ik merk wel dat de craftmaster last heeft van internetprobleempjes. Oké. Even kettingzagen weer. Hebben we daar ook een woodzat, joh. Easy. Houtzat voor die
Die zadels. Kijk, als ik gewoon een stuk of 15 van die zadels kan maken, weet je, dan ben ik echt al tevreden hoor. En daar heb ik al alle andere materialen voor, alleen echt die hout nog niet. Krijg ik hier hout voor als ik dit doe? Nee, helemaal niks. Dat is jammer. Oh, maar het gaat wel allemaal weg. Oh, wat doe ik? Je krijgt ook meteen die rare mushrooms voor de dingen. Nou, weer 2.4k. Kijk jongen, dat gaat hard. Hoppa, we hebben al meer dan 10k wood. We laten een beetje extra nog pakken. Ik weet niet waar de Craftmaster nou is. Ik kan hem ook helemaal niet achtervolgen nou met de shit die ik heb. Maar als hij nou in één keer met een Reaper komt op mijn Mac af, dan ben ik wel de lul trouwens. En ik weet niet wat de fuck die nog meer allemaal heeft hoor. Nou, oh, daar is hij. Nee, nee, niet op dit moment. Niet op dit moment, gast. Laat me hout hakken. Jij komt nooit op daken. Je komt alleen in het geheim steeds even langs. Au. Au. Nee. Nee. Holy shit. Monden, knetter. What the fuck? Heeft hij zijn turrets aangezet, die man? Woe. Tjee. Oh, hij killt gewoon bijna mijn Mac. Oh, mijn god. Oh, shit. Ik heb echt bijna geen HP meer. Hoe repareer ik deze? Is dat een optie of heeft hij gewoon HP regen? Beter kan je op tijd terug, maat. Heeft hij nou gewoon letterlijk weer een nieuwe tech generator neergezet om mij te fokken daar? Of hoe werkt dit? Blijf hier. En ga niet neer, ARB. Oh man. Oké, je moet wel even dichtbij genoeg zijn zodat ik al je hout kan poelen hier. Dan zou ik wel een prijs stellen. Oké, we gaan even die Craftmaster looten, man. Eerlijk, we gaan ervoor. Heb ik nog stego's anders? Want ik denk dat hij serieus gewoon... Ah, kak. Ik had wel gewoon alles moeten slopen. Wat dom ook weer. Volgens mij staan al die turrets gewoon weer aan. Is dat een tech gen? Alles staat aan, maat. Oh, maar ik weet wel dat de bovenste laag helemaal leeg is. Oh, de bovenste laag is leeg. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk bijna helemaal niks meer in zit. Het zijn letterlijk een paar tech turrets die het nog doen. Vijf stuks. Blijf in de lucht hangen, zoals dat je altijd moet doen. Draak. Ja, juist. Oké. Neer, gast. Hoppa. Wegwezen. En neer. Met je stinkdraak. Zo, die teleporteert ook even om het hoekje heen. Maar daar staat dus nog een nieuwe tech generator. Of waar heeft hij hem neergezet? Ik ben echt heel verward, man. Ja, tech generator. Fuck, man. Au, 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 au. Jezus, die tech turrets doen damage. 750. Oh mijn god. Ik was net zo lekker op weg om dit te doen. En nou is mijn hele plan weer in de soep gelopen. Maar ik kan ze wel runnen, de turrets. Met mijn stego. Maar dan moet ik even kijken op welke manier ik... Dan moet ik even mijn zadels hebben. Zo. Zit hier nog een Minecraft zadel op? Nee. Zit hier een Minecraft zadel op? Nee. Nice. Oké. Dat is handig. En dan moet ik mijn raketten hebben. Een boerraketten en een paar rocket launchers. En ik, ja, die stego's die schieten... Of die tech turrets die schieten mij er vanaf, weet je. Maar ik denk wel dat ik 5 tech turrets kan soken, eerlijk gezegd. Dus dat ga ik meteen even snel doen. Stego. Saddle. Stego. Stego, die moet ik hebben. Tak. En tak. Pak ik even snel 2 stego's. Rocket. Launcher. Oké, daar heb ik al 3 van. Oh, zo. Tak. Tak. En tak. Allemaal meenemen. Zo, doe ik deze even weg hier. Alright, dan kunnen we in principe. Mijn arteplura laat ik ook even hier. Weg. En even snel een boterhammetje eten, want ik ben bijna neer. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Tech turret. Tech stego. Coming in. I'm coming in. Ja, ja. Ik kan dus ook nog even al die gevonden dingen even in de grinder gooien. Daar krijg ik blijkbaar ook heel veel materialen voor. Vooral die rolred saddles. Heb ik gelezen in de comments. Dus dankjewel comments voor het helpen. Jammer 4. Let's go, let's go. Is er een enkele stego die ik kan gebruiken? Please. Daddy. Oh, hier deze. Ja, ja, ja. Deze stego's zijn allemaal full. En ik moet echt volle bak badges verzamelen, man. Deze zijn allemaal aan het uithongeren. Ja, ik moet sowieso nog 1 stego extra hebben, denk ik. Oh nee, wacht. Die tech turrets deden helemaal niet zoveel damage. Die heavy turrets deden meer damage dan de tech turrets. Let's go, stego. We got this, man. We got this. Good, good. Wacht, moet ik wel even door die spikes heen komen, of course. En ik had beter een tech rifle mee kunnen nemen, volgens mij. Wacht. Rij jij even daarin. Ik ga even snel een tech rifle halen voor de tech gen. En misschien een cryopod. Dat is misschien net zo makkelijk. Zo, leeg cryopod. Tech rifle. En dan wil ik nog even element. Zo, let's go. Stay go. Nou, we gaan even die fob voor de tweede keer opruimen. Super kut ook. Echt serieus, man. Ja, dan moet ik er wel echt zeker van zijn dat ik alles weghaal. Wat is dit? De wreker? Dat weet ik niet. Die weet ik nog niet of ik die weghaal of niet. Ja, daar staat hij nog.
Probeer hem weg te snipen, ja, ja, ja. Oh, dat doet pijn. Oké, dan moet ik even een plek vinden hoe ik dat ga doen. En ik weet niet of hij netgun heeft, want als hij netgun heeft, dan ben ik wel redelijk te lullen. Ik wil nou niet doodgaan, want ik heb best wel goede shit bij. Alright. Go, 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 go. Ik hoop echt alleen dat deze tech turrets nog schieten hier. En niet al die heavies aan de bovenkant. Oké, dat is nice. Auw. Ja, ze doen wel redelijk pijn hoor. Volgens mij schieten de heavies ook. Heb ik zo'n gevoel. Auw, ik krijg hetzelfde damage. Ja man, die heavy turrets schieten ook. Hoezo schieten die ook? Ja, is het alles schiet? Oh. Oh, dit is heel naar, ouwe. Waarom, Ark? Dit hoort allemaal weg te zijn. Wat kut ook. Ja, dat ga ik niet redden. Dat ga ik nooit redden, gast. En ze blijven ook maar schieten, hè. Ze blijven schieten. Hoeveel ammo zit hierin, maat? Oh mijn god, ja, dit wordt mijn dood. Dat ga ik niet doen. Breed, 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 breed. Dit wordt mijn dood. Nee, dat kan ik niet. Ja, goed dat ik wel betere saddles nou heb. Dat is een punt. Dit gaat hem nou gewoon niet worden. Dan moet ik echt meer stego's voor pakken weer. En vooral dat die heavies ook aan de bovenkant zijn gevuld. Dat vind ik dus heel jammer. Dat is weer net balen weer. Ik kan hem ook niet runnen, want dat doet te veel pijn. Daar krijg ik ook een biertje voor nodig, weet je wel. Oké, weet je wat? Ik probeer de Craftmaster zelf gewoon even te killen. Fuck it. We pakken de Lightning Riven, proberen er omheen te vliegen en we gaan de Craftmaster zelf killen. Hopelijk ziet hij me niet. Oh, daar is hij, 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 daar is hij. Beter raakt mijn bliksem. Ja, ja, het raakt, het raakt. Yes! Kom op! Oh, mijn stamina, maat. Mijn stamina. Hij heeft zo weinig HP. 3.4k. Ga neer! Ga neer! Kut, kut, kut. Hoeveel stamina heeft hij in totaal? 1.6k, gast. Oh nee. Hij gaat me eruit vliegen, dat weet ik sowieso. Hij is ook sneller dan dat ik ben. Holy shit. Moet hij landen? Nee, hij moet niet landen. Nee, ik red het niet. Mijn stem, maat. Mijn stamina. Oh, hij kon vluchten. Nee, 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 nee. Oké, ik spring eraf. Jij blijft te follow. Ik ga schieten. Hij is weg. Dat was een goed idee. Zwaar treurig. Oh, ik ga stuk. Ik dacht dat ik veel sneller zou zijn eigenlijk, maar dat ging echt niet goed. Bro, are you kidding me, gast? Are you fucking kidding me, megalosaurus? Die mag gewoon doorblijven en dan kan ik ze raken! Ark! Draak! Oh. Ja, dat vind ik leuk. Heel naar dit. Ja. Ja, dan gaan we even kijken of we onze draak nog even terug kunnen vinden snel. En dan is de aflevering ook afgelopen, mensen. Ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken. In de volgende aflevering gaan we dus even die Mindwipe Tonics gebruiken. En dan gaan we ook materialen... Ja, volgens mij hebben we sowieso... We hebben sowieso alle materialen om de dingen te craften die ik wil craften. En dan nog even de cloning chamber. Als we dan nog materialen over hebben, dan kunnen we dus nog een cloning chamber maken. En kijken hoe dat werkt. En deze pilaren sowieso nog even verder omhoog gaan werken. En kijken wat de Craftmaster nog meer van plan is, want dat moet weer weg. Maar dan moet ik dus even goede stegels voor hebben, die ervoor zorgen dat dat weg kan gaan. Maar ja, ik denk dat er sowieso de meeste wel weer wat levels erbij hebben gekregen dan. En dan check ik jullie weer. Mensen, thanks voor het kijken. Peace!